naast Kasia Vermeerde. Je zat vandaag in de jury van Dutch Tea Championship 2012. Maar zelf ben je vorig jaar tweede van de wereld geworden. Ben je nog wel te verrassen met smaken? Ja, nou, dat vragen veel mensen. Maar ja, zeker. En wat ik kan zien is, vooral als je ook internationaal theecompetities doet, is dat Nederland toch wel nu echt omhoog gaat. En dat de kennis veel uitgebreider is dan helemaal wanneer ik meedeed 3 jaar geleden. De kandidaten zijn echt groeien per jaar qua kennisniveau. En dat is leuk om te zien. En 3 dames en 1 heer, ook nog een Belgische kandidaat. Hoe is het dat hij gewonnen heeft? Wat hij heel goed deed is inderdaad de eigenlijk, het was heel simpel, maar de rust, de aandacht, de precieze timing ook, maar zonder overhaast te gaan. En gewoon de thee in waarde laten. En dat heeft hij heel erg mooi. En de opbouw was goed, dus dat kon je wel merken dat hij echt een terechte winnaar was. Ja. En als laatste, heb je nog een tip voor horecaondernemer om toch op een leuke manier te beginnen met thee op de kaart misschien wel? Leuke tip. Ja, ik vind ook leuk van ga er ook een beetje mee creëren. Dat is misschien ook wel een beetje mijn kant. Zet het een keer, giet het op ijs. Maak een lekkere ijsthee zelf in plaats van een flesje. Maak gewoon je homemade signature drink. Dus gewoon op ijs, lekker vers fruit erbij, siroopje of honing. En je hebt al een heerlijke verrassing voor je klant. Plus, je kan ook mooi met melk gaan schuimen. Je kan eigenlijk een beetje, als je Japanse matcha thee hebt, kan je cappuccino's maken. Je kan lattes maken. Je kan chai tea op een mooie manier maken. Dus eigenlijk ook een beetje je klant verrassen met, oké, als ik een koffiemenu heb met allemaal soorten en wijzen hoe ik het kan serveren, kan je het ook met thee doen. Er zijn nog genoeg mogelijkheden, zo te horen. En wil ik je hartelijk bedanken. En tot de volgende keer, zou ik zeggen. Dankjewel.